Hey, ik ben Anthony van Guitar King Studio. In deze video zullen we het hebben over hoe je jazz solo's op gitaar kunt spelen. Zelf al heb je ook nog maar net de pentatonische toonladder geleerd. En ik doe dit, ik breng deze video uit met vrees voor mijn leven, omdat de jazz elite eigenlijk het idee verspreidt dat jazz op gitaar een hele complexe stijl is. En ze willen dat het publiek, dat de mensen dit geloven. En ik ga je direct vertellen waarom ze willen dat mensen dit geloven. Maar eigenlijk is de realiteit dat jazzgitaar en jazz als stijl eigenlijk zo complex is als iedere andere stijl. Omdat we eigenlijk alle andere stijlen ook heel complex kunnen maken. En als je liever de jazz elite wil vervoegen en gelooft dat je uiteindelijk ongelofelijke pijn en lijdenswegen moet doorgaan om jazz te leren spelen, zou ik zeggen, skip dan even deze video. Dus hier is een heel gemakkelijke manier om over jazz akkoorden te spelen. Ik heb hier even op mijn loop pedal een akkoordenprogressie opgenomen, de zeer bekende 2-5-1 chord progression. En als je niet weet wat een 2-5-1 progressie is en hoe dat je deze moet spelen, er is eigenlijk een artikel op gitaarles.be die je kunt lezen. Ik zal hem even onderaan deze video posten in de descriptie hier op YouTube. Dus zeker even bekijken als je niet weet wat een 2-5-1 progressie is. En je denkt misschien dat zo jazz solo spelen over zo deze jazz akkoorden, deze bekende 2-5-1 progressie, dat dat zeer complex is. Maar eigenlijk dat is wat dat de jazz nerds wel dat je gelooft, omdat ze uiteindelijk zo op die manier het gevoel hebben dat ze tot een geheime elitaire groep behoren. Oh, toonladders, ik speel hier G minor Mixodorian flat 7/6. Hey, over deze akkoordprogressie kan je deze toonladder nemen? Waarschijnlijk niet. Hey. De realiteit is echter dat jazzgitaar solo spelen heel gemakkelijk is, want er zijn maar 12 noten op de gitaar. En uiteindelijk speelt geen rol welke naam je geeft aan combinatie 345. Van die combinatie van 12 noten zijn uiteindelijk slechts dezelfde 12 noten. Dus laten we even bekijken wat jazzgitaristen niet willen dat je weet over jazz solo spelen op gitaar. En ze doen dat, ze verspreiden al die geruchten over jazz is complex en zo, omdat zij eigenlijk alle vrouwelijke aandacht willen voor zichzelf op jam-sessies en zo. En ze willen niet dat er daar iemand komt met een pentatonische toonlat en evenveel vrouwelijke aandacht krijgt dan hun. Want uiteindelijk bij de dames doet het er niet toe welke toonladders je speelt of dat die Frixodorian flat 11 noemt of een gewone pentatonische ladder is. Want het zijn dezelfde 12 noten en dat weten de dames ook in hun onderbewustzijn. Maar de jazzgitaristen, die wil niet dat je dat gelooft. Dus die wil niet dat je een shortcut neemt naar vrouwelijke aandacht. En die jazzgitaristen doen dat eigenlijk. Ze houden de mensen die ook vrouwelijke aandacht willen klein door eigenlijk slecht te praten over toonladders zoals de pentatonische ladder. Pentatonic toonladders? Allee, come on. Groei toch op. Dus ja, ik ben een professor uit een vooraanstaande jazzschool en ik was op het eindexamen van de leerlingen en die speelde pentatonische toonladders. Ik bedoel, alleen natuurlijk heb ik die gebuist, want er is geen excuus voor niet stimulerende naam voor je toonladders te gebruiken, zoals Jigsaw Warrior flat 7 kruis 9. Maar de realiteit is dus dat de beste jazzgitaristen ook heel vaak pentatonische toonladders spelen. Maar dat is niet wat dat de jazztops willen dat je weet en gelooft. En ze scheppen dus die verwarring. Ze wil niet dat je dat gelooft door heel ingewikkelde namen te verzinnen voor een toonladder. Nee, Kenny Burrell gebruikt geen pentatonische toonladder. Hij gebruikt de Frixodorische mode toonladder. Want ik kan het weten, hij was op de jam sessie hier en ik was erbij en ik heb hem gezien en hij Frixodorische heel die toonladder, de flat 6 gebruikt hij. Pentatonische toonladder, ik bedoel, laat dat over aan de bluesgitarist.
Ik speel jazz. Jazz. Dus hier is de C majeur pentatonische toonladder. En deze kunnen we spelen over zo'n 2-5-1 akkoordprogressie. En als je deze pentatonische toonladder jazzier wil doen klinken, kan je heel gemakkelijk eigenlijk een slide gebruiken die één vakje lager begint dan de noot waarop dat je wilt uitkomen. Dus in plaats van direct bijvoorbeeld naar het vijfde vakje die aan de toonladder zit hier van C majeur pentatonisch hier naartoe te schuiven, kunnen we heel gemakkelijk gewoon op het vierde vakje beginnen, die niet aan de toonladder ligt, maar dan direct door te schuiven naar het vijfde vak. Dan kunnen we eigenlijk op nagenoeg iedere noot gaan toepassen om onze pentatonische toonladder gesofisticeerder te doen klinken. En natuurlijk, het risico voor je eigen leven op jam-sessies met jazz-snobs zit er op dat moment in, zoals daarnet uitgelegd. Dus hopelijk heb je een gevoel voor humor en vond je deze video leuk. Sorry, jazz community, doe me geen pijn. Maar uiteindelijk, zeker even subscriben op het kanaal als je de video leuk vond. Laat gerust een comment met of zonder humor na onderaan de video. Zeker ook even de site bekijken op gitaarles.be waar je verschillende gratis bronnen kunt downloaden. Zoals dit volledig gratis te downloaden bluesgitaar e-book.